Hey stier, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is een algemene video, een tijdloos bericht. Oftewel, als je deze video ziet, zit er een berichtje voor je in. Ik ga dit keer geen gebruik maken van de tarot, maar alleen van orakelkaarten. Uiteraard vind je op dit kanaal de video's van de tarot, liefde, algemeen. Bekijk het even, zou ik zeggen. En voor nu, laten we gewoon beginnen. Voor de stier. Spirit uit dit deck, wat mag ik doorgeven aan de stier uit dit deck? Is er meer? Medeleven. Wees mild voor jezelf. Vergiffenis maakt je vrij. Zie het licht in jezelf en in anderen. Samenwerking. Je bereikt meer als je samenwerkt. Zoek betrouwbare mensen als partner en laat je ondersteunen door getalenteerde mensen. Mensen waarvan je een apart gevoel krijgt, laten varen. Geen samenwerking meer. Geduld. Wacht even voordat je tot actie overgaat. Geloof dat er een goddelijke timing bestaat. Wees geduldig en speel terwijl je wacht. Je bent geduldig geweest. Heb nog een beetje meer geduld. Veel gevraagd. Heb nog een beetje meer geduld, want je zult rijkelijk worden beloond. Mogelijkheid. Leg je lat wat hoger. Verwacht meer, want je hebt onbeperkte mogelijkheden. Vorige levens. Laat het karma van je vorige leven los. Je bent een oude ziel met een diepe wijsheid. Heel je vorige levens, zodat je meer vibreert. Zoek uit wat er met jou in je vorige levens gebeurd is. Vraag jouw engelen om jou te helpen. Met het hele, het opruimen van je vorige levens. Wedergeboorte. Vind jezelf opnieuw uit. Maak je dromen waar en breng een nieuwe werkelijkheid tot leven. Als jij jouw vorige levens heelt. Als jij jouw vorige levens heelt, kom jij uit op een wedergeboorte. Dan mag je weer overnieuw beginnen. Komt er een nieuwe cyclus voor je aan. Want als je opruimt, komt er plek voor nieuw. Spirit voor de stier uit de deck, kan ik doorgeven. Muziek. Misschien heeft de muziek die je hoort een boodschap voor je. Luister dus goed. Muziek kan je blij maken, herinneringen oproepen of elfen aanroepen. Een bepaalde lyrics in een liedje, een songtekst, een lijn in een songtekst die jou blijft je triggeren, blijft je herhalen, blijft in je hoofd hangen. Boodschap. Wens verstandig. Wens verstandig als je je liefste wensen in vervulling wilt zien gaan en wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Alles wat je uitspreekt is een manifestatie of een affirmatie.
Wat je spreekt, creëer je. Wees dus bewust van je uitspraken. Magische poort. Het vraagt moed en vertrouwen om de stap in het onbekende te wagen. Maar dat geeft ook de grootste voldoening. Je moet nu zonder omzien moedig de eerste stap zetten. Daar waar oude deuren sluiten, gaan nieuwe deuren open. Oftewel nieuwe mogelijkheden. Maar je zult wel lef moeten hebben en in het diepe moeten springen. Oftewel door de poort gaan. Bloeien. De lotusbloem elf vertelt je dat je moet leren van je ervaringen. En je innerlijk licht moet laten schijnen over elk onduidelijk gebied in je leven of het leven van anderen. Vriendschap. Elfen hebben net als mensen vrienden nodig. Het is nu het moment om uit te zoeken wie je zal helpen en aanmoedigen op je reis om je dromen waar te maken. Eenzaamheid. Denk bij het alleen zijn alsof het al één zijn betekent. Helemaal in harmonie met alles om je heen. De grootste schatten zijn de schatten die je krijgt als je alleen bent. Al één. Niemand nodig voor vervulling. Jij bent al één. Vriendschappen, relaties moeten een aanvulling zijn, niet een invulling. Je moet jezelf kunnen invullen. Spirit voor de stier uit dit deck. Dat mag ik doorgeven. Er is nieuws onderweg. Je krijgt dan nieuwe inzichten. Heel spoedig. Na het kijken van een televisieprogramma. Iets wat je hebt gezien, komt inzicht. Helderziendheid. Vertrouw op wat je zowel met je innerlijk oog als met je fysieke ogen ziet. Want je spirituele inzicht is behulpzaam bij het hele het lesgeven en het begeleiden van andere mensen. Twijfel nooit aan jouw gaves. We hebben het allemaal. Iedereen heeft spirituele gaves. De een wat verder ontwikkeld dan de ander. De ander zou het graag willen ontwikkelen. De ander wil er helemaal niks van weten. Twijfel nooit aan dat wat je ziet met je derde oog. Aan dat wat je voelt. En aan dat wat je met je intuïtie weet. Je wijsheid. Hartchakra. Het antwoord dat je zoekt is op dit moment in je hart aanwezig. Sta open om liefde te geven en te ontvangen. Keelchakra. De engelen zijn je liefdevol behulpzaam met het uitspreken van je eigen waarheid. Breng in al jouw chakra's één lijn aan. Als je niet weet hoe je aan de slag moet gaan met je chakra's, kijk eens op YouTube. Er zijn talloze filmpjes die je uitleggen hoe je aan het werk kan gaan met frequentietonen. Hoe je aan de slag kan gaan met mantra's voor je chakra's. Kijk gewoon eens rond. Godin, laat je goddelijke vrouwelijke energie tot uitdrukking komen en koester haar magische intuïtie en haar voedende kwaliteiten. Jij bent de godin. God, godin, alle mannen dragen vrouwelijke energie
Alle vrouwen dragen mannelijke energie. Vrouwelijke energie, het zorgzame, moedertype, de liefhebbende vrouw, loyale vriendin, vruchtbaarheid, dat het zachte, alles wat een godin geven kan, koester dat in jezelf. Manifestatie. Gebruik die spirituele gaven en aangeboren vermogens om datgene wat je wenst aan te trekken. Manifesteer positief. Wees bewust van je uitspraken. Alles wat je uitspreekt, creëer je in een werkelijkheid. Elfen. Je hebt sterke verbinding met de elfen en je levensopdracht houdt in dat je moeder natuur behulpzaam bent. Verbreek je banden. Vraag aartsengel Michael om je gehechtheid aan angsten die te maken hebben met oude relaties los te laten, zodat je bevrijd bent van destructieve patronen. Tip voor het verbreken van banden. Jij en de persoon waar je een trauma aan hebt, waar je niks meer mee te maken wil hebben. Visualiseer jou tegenover de persoon waar je niks meer mee te maken wil hebben, waar je mee wil breken. Visualiseer dat er een touwtje zit, een rood draad, van jou naar de persoon of van de persoon naar jou, hoe jij dat fijn vindt. En visualiseer dat je dit doorknipt. Laat los in liefde, spreek het uit, ik laat los in liefde, ik heb geleerd van de lessen, ik ga nu alleen verder. Zo verbreek je je banden. Indigo. Degene over wie je deze vraag stelt is een indigo, dat wil zeggen een hoogsensitieve geboren leider. Over naar de positieve affirmaties. Deze zul je geregeld moeten uitspreken voor een gewenst effect, voor een positief effect. Het universum werkt snel als je plezier hebt. Mijn energie creëert mijn realiteit. Waar ik me op focus zal plaatsvinden. Ik laat het verleden los en bekijk anderen door de ogen van liefde. De wereld om mij heen weerspiegelt steeds meer mijn positieve innerlijke staat. Niets is sexier dan jezelf zijn. Mijn rotsvaste vertrouwen zet trauma om in kracht, vormt conflicten om tot groei en vervangt angst door liefde. Ik ben een ziel die via menselijke ervaringen dichter bij liefde komt. Als ik me afstem op liefde, weet ik welke richting ik op moet met mijn leven. Ik kies altijd voor liefde, ongeacht wat er gebeurt. Heel mooi. Berichtje van je beschermengelen. Spirit uit dit deck voor de stier, wat mag ik doorgeven? Oopsie.
middenweg. Accepteer beide kanten. De middenweg leidt meestal naar een evenwichtig, vredig leven. Vergeving. Laat het verleden los. Maak je hart en geest vrij door te vergeven. Stel je voor. Visualiseer duidelijk het leven dat je wilt. Voel het in je hart en ziel en je zult het krijgen. Visie. Een positief resultaat vereist een positieve blik. Stel je voor dat iedereen die betrokken is bij je huidige situatie wordt omgeven door licht en liefde. Ook jij. Jouw liefde kan gebeurtenissen beïnvloeden. Diversiteit. De wereld zou saai zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Wees blij dat je uniek bent. Je bent speciaal en geliefd. Denkruim. Je wordt gestimuleerd om je vleugels te spreiden. Denk buiten de vastomlijnde kaders. Denk buiten de vastomlijnde kaders. Breid je blik uit en verbeeld de wereld in je hart. Omgeef hem met licht en laat het zijn en het zal zijn. Genezende engel. Op dit moment word je ondergedompeld in gouden, roze en diepgroen licht. Accepteer deze genezing. Wij, je engelen, omgeven je met vleugels van liefde. Je bent oneindig vrij, oneindig zuiver en oneindig rijk. Heel mooi, stier. Goed, dit was jouw legging. Check even de Facebookpagina voor geschreven lezingen, dagkaartjes, informatie over spiritualiteit, maanstanden en dergelijke. Alle informatie, ook voor persoonlijke lezingen, vind je hieronder in de beschrijving. Voor nu heel veel succes en hopelijk tot de volgende video. Doei!